Deze video bevat oorverkrachting. Yo, hallo concluders. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zat laatst met een vriend in een call. En we zitten meestal een beetje YouTube. We zitten gewoon samen een beetje door te scrollen. Zien we iets leuks. Stuur gewoon van die filmpjes naar elkaar. Van, dus lachen en zo. En toen zagen we een video. Een video van Clickbait. Waarbij ging over ASMR en zo. En dat vond ik wel lachen. Sowieso vind ik ASMR altijd heb ik al een beetje idioot gevonden. Dus ik ging gelijk ook gewoon normale video's opzoeken op YouTube. Van ASMR om ze gewoon uit te lachen. En toen merkte ik dat zowat de helft van al die ASMR YouTubers dezelfde microfoon hebben als ik. Deze, de Yeti Stereo microfoon. En toen keek ik op de achterkant van de microfoon. Want er zitten van die knopjes. En toen zag ik dat ik hiermee mijn geluid helemaal omhoog kan dieven. Dus dat betekent dat ik gewoon zelf ASMR kan maken. Gewoon heel easy. En ik dacht van, ik ga natuurlijk niet mezelf tot dat niveau laten dalen. Ik beledig niet mensen die het luisteren of maken. Heel leuk dat ze dit doen, maar ik ga het zelf niet doen. Maar toen dacht ik, wacht eens, ik kan er misschien wel iets geinigs mee doen. En aangezien de vorige Omegle video best goed is bekeken, dacht ik, waarom combineer ik niet gewoon Omegle en ASMR? Dan moet het goed komen, toch? Daarom ga ik in dit geval op Omegle als ASMR YouTuber. Ik ga niet langer wachten. Misschien even mijn look veranderen. Lijk ik een beetje meer het is niet alsof een standaard look is voor ASMR YouTubers, maar je begrijpt wat ik bedoel. Oké, wacht even. Boys, I'm ready. Let's go on Omegle en Verwen oortjes. Oké, let's go. Hey V. Torben. Yo, ik kan ASMR doe je echt sessie voor je doen. Ik kan ASMR sessie voor je doen. Ja, doe maar. Hey, what's up? You fucking ninja? Oh, no way, you ninja. Our ninja. Holy shit, can I get a shout out on your stream, bro? Do you want an ASMR session? Yeah. Alright. Oh, yo, that's fucking satisfying. Yeah. God. Is that cereal? What did you say? Hallo? Wil je ASMR sessie? Nou, dan niet echt. Aardige meisje. Misschien moeten we het op een andere manier proberen. Ja. Yo. Willen jullie een ASMR sessie? Ja, heel graag. Voelt het wel fijn. Yo. Hallo? Wil jij een ASMR sessie? Ja, doe maar. Oké. Vind je het al fijn? Ja hoor. Ja. Alveer onder. Dat wordt stofzuiger zo. Daar heb je hem weer hoor, ASMR. Yo man. Yo. Wil jij een ASMR sessie? Ja, sowieso. Ja. Ah, lekker. Alright, let's go. Fine.
Ja, ik vind wel fijn. Ja. Toch zo'n fucking nek. Yo. Dat is de ASMR proberen. Ja. Heb je iets anders dan chipjes? Nou, het was niet eens chips, het was cornflakes. Maar, en het eet je droog. Heb je niet iets te drinken of zo, dat je lekker hoort klonken? Ik kan wel mijn eigen speeksel slikken. Ja, doe maar, dat wil ik even horen. Ik kan nog even. Nou, boys, het is genoeg geweest, zo vind ik. Het is duidelijk. ASMR wordt gewoon niet gewaardeerd op het internet. En ik ben het er helemaal mee eens. Like, abonneer. Dan zie ik je de volgende keer weer. Dat rijmt. Dat is mij. Tot. Doei.